Hey paardenmeisjes, daar zijn we weer. Deze week iets andere vlog, want ik moet eerlijk zeggen, het was best bedrijvig. We hebben natuurlijk een kleine baby erbij. En daar was ik gewoon wel lekker mee in de weer. Hij is natuurlijk super schattig. Ik ga hem even laten zien. Kijk. Komt-ie hoor. Komt-ie. Hij heet Choco. Zeggen ze even hallo tegen alle paardenmeisjes? Ja. Zeggen ze even hallo tegen alle paardenmeisjes? Word je er een beetje bang van al die aandacht? Hey. Word je er een beetje bang van? Wat is die schattig, hè, meiden? En jongens natuurlijk ook. Wat een droppie, hè? Nou, Choco is dus deze week geboren. Hij is super lief. Maar ja, daardoor had dit paardenmeisje wel een beetje... Ja, moest ik van alles regelen. Nieuw hek. We moesten een lekker schoon bedje. Ander voer moest de moeder. Dus ja, ik zat een beetje in de kraamhulp. Maar goed, het is het natuurlijk allemaal waard. Want ja, je krijgt natuurlijk echt super, super schattig veulentje voor terug. Hij is dus, even kijken. Nu 2 dagen oud. 2 dagen. Kijk, en hij heeft hele leuke spikkeltjes op zijn kont. Leuk, hè? Nou, ik ben dus helemaal verliefd. Ik had van de week ook nog wedstrijd met Liba. Ging hartstikke goed. 3 winstpunten gereden. Nou, dus dit paardenmeisje is in en in gelukkig. Maar ik zou je natuurlijk vertellen hoe we aan sterren komen. 3 weken terug waren we bij het paardenmeisje van de maand Melanie. En daar was een instructrice. Dus eigenlijk de instructrice van Melanie. Die had allemaal hele leuke ponies. En zij vertelde... Ja, oh, ben jij op zoek naar een pony? Nou, ik heb misschien nog wel een leuke. Mijn buurman heeft nog wel een leuke pony. Misschien is dat wat voor jullie. Nou, toen gingen we kijken bij Sterren. En Sterren is natuurlijk een topper. Dus we waren meteen verliefd. En mijn kinderen ook. Nou, dat is natuurlijk super belangrijk. En sindsdien is Sterren hier dus. Maar Sterren was in verwachting. Drachtig, moet ik natuurlijk zeggen. Sterren is drachtig, was drachtig. En zou dus ook een veulentje krijgen. En het zou pas over een paar weken, of ja, ja ze zou 7-7 uitgerekend zijn. Maar van de week lag er dus een heel klein veulentje in de box. Echt super leuk. Dus ik was mega verrast. En dat was dus deze kleine Choco. Nou, wat is de tip van de week? Ja, ik zou bijna zeggen, koop altijd een drachtige pony. Want dan heb je er weer heel snel 2. Maar het hoeft natuurlijk niet altijd goed te gaan. Hè? Wij hebben natuurlijk super mazzel dat Sterren het zo goed doet. Maar het kan natuurlijk ook heel anders gaan. En daarom ben ik alleen maar dankbaar dat ze het zo goed en knap gedaan heeft. Dat het veulentje lekker drinkt. Dat Sterren alles zelf heeft gedaan. Dus dat is natuurlijk echt een zegen. Nou, paardenmeisje, ik zeg fijne week. Ik hou jullie op de hoogte. En tot snel. Dag!